Een van mijn favoriete films op de iFilmplayer is Father and Daughter van Dudok de Wit. De film zag ik voor het eerst 10 jaar geleden op de theaterschool. En ik merk dat de film eigenlijk voor iedereen heel toegankelijk is, omdat hij is kort, het is een animatiefilm. Wat ik heel tof vind aan animatie is dat je op een hele lichte manier, zonder dialoog, verbinding kan maken met zware thema's. 10 jaar geleden was het vooral een portret van loyaliteit naar een ouder toe. Maar toen ik de film later zag, beleefde ik de film heel erg anders. Het werd namelijk een portret van rouw. Ik ben mijn vader 2 jaar geleden verloren. En nu is het vooral een portret van een meisje die een vrouw wordt zonder haar vader, maar toch een dochter blijft.